Goedemorgen, dankjewel voor de introductie. Dan kan ik weer mee thuiskomen. Overigens, daar maar gelijk even een anekdote over vertellen. Want die bekendheid, dat is, ach weet je, het is ook af en toe zo verschrikkelijk relatief. Ik was een poosje geleden in Frankrijk. Ik reed over de snelweg. Ik stond bij een benzinepomp en ik was met mijn gezin. Ik had mijn dochters in de auto. En ik stapte eruit, ik wilde tanken en iemand die komt naar mij toe en die zei tegen me van, goh, ik ken je. En nou heeft iedereen dat wel eens een keer, dat je iemand tegenkomt en je krijgt een associatie en dan denk je van, ja, dat is of een collega of wat dan ook maar. Maar je krijgt het dan niet helemaal passend. En die man die zei tegen me van, ik ken je en je woont in Alkmaar. Dan moet u weten dat ik in de Betuwe woon, dus ik zei tegen hem van, nou, ik woon niet in Alkmaar. Hij zei, ja, ik weet het toch echt zeker, je woont bij mij in de buurt. Maar hij zei, ik krijg het niet helemaal rond. Ik zei, ja, nee, ik ben dat niet, want ik woon ergens anders. Maar ik dacht van, mijn dochters hadden zoiets van wegwezen. Dus ik dacht van, nou, ik zal hem even helpen. Dus ik zei tegen hem van, nou, ik denk dat u mij kent vanwege het werk wat ik heb gedaan. Ik heb bij In Holland gewerkt, bij het CNV gewerkt, ik heb nog een paar dingen gedaan, de KNSB, noem ze maar op. Dus ik denk dat u mij daarvan kent en mijn naam is Doekle Terpstra. En hij keek mij aan en zei, nee, echt nooit van gehoord. Nou, dus we konden instappen en we konden weer weg. Dus het is ook allemaal zo relatief als het maar kan. Fijn om hier te zijn. Complimenten voor het feit dat jullie hier vandaag met zoveel mensen zijn om na te denken over een relevant thema. Vraag mij niet wat het technisch allemaal impliceert, want dat weet ik niet. En daar ga ik ook maar niet al te veel over vertellen. Ik heb er gisteravond wel even over zitten googlen. In de zin van, wat is dat nou precies? Als je het hebt over discussie, wisselspanning, gelijkspanning, noem ze maar op, gelijkstroming, noem ze maar op. Dus ik krijg er wel een beeld van, maar er is mij niet gevraagd om op de techniek in te zoomen. Maar ik denk dat het wel heel goed is om na te denken over dit thema. Want ik ben ervan overtuigd, en dat is net eigenlijk in de introductie bij de filmpjes ook al naar voren gekomen, als er één overkoepelend thema is, dan is dat wel het thema van de klimaattransitie. En alles wat er toe kan bijdragen om daar de doelstellingen gerealiseerd te krijgen, is relevant. Dus ook op voorhand relevant om over dit thema na te denken. En volgens mij wordt de relevantie al bepaald door de aanwezigheid van u hier vanochtend. En ook de bedrijven die actief betrokken zijn bij het gesprek, wat we net zagen op het plaatje, geeft al een doorkijk van hoe relevant dit onderwerp is. En alles staat wat mij betreft toch wel in het teken van dat grote thema energietransitie. Daar zijn wij op dit moment volop bij betrokken, vanuit onze vereniging vandaan, Uneto VNI. Wij zitten aan een aantal tafels mee te praten vanuit het perspectief van de installatiebranche, om niet zozeer te compliceren, maar vooral om na te denken over de vraag welke voorstellen, welke proposities kunnen wij zelf indienen om ervoor te zorgen dat wij in de komende jaren de goede dingen met elkaar doen. Want dat heb ik in het afgelopen jaar wel geleerd. Vanuit de installatiebranche wordt eigenlijk aangereikt van een aantal dingen in de gebouwde omgeving, maar ook in de industrie. Ik zat er net even met de heer met Ed over te praten, als ik het zo moet zeggen. Ed, je bent verschoven van stoel, zie ik. Ja. Met Ed even over te spreken. We zitten ook bij de industrie en noem ze maar op. En overal proberen we als het ware vanuit een constructieve houding na te denken over de vraag, met welke voorstellen kunnen wij nu komen, zodat we uiteindelijk een bijdrage leveren aan de grote vraagstukken van dit land. En ik ben er zeer van overtuigd en ik zie dat dat gedrag nu zich ook in toenemende mate manifesteert bij onze leden, bij onze achterban, dat wij niet de onderaannemer zijn van dit proces, om het zo maar even uit te drukken, maar dat we in toenemende mate vanuit de installatietechniek spelbepaler worden. Wij worden de sector waar langs een aantal grote vraagstukken moeten gaan lopen. Dat heeft te maken met de energietransitie, het heeft te maken met de grote vraagstukken in de zorg, zorg en technologie. Het heeft te maken met de grote vraagstukken in de infra, het heeft te maken met de grote vraagstukken in mobiliteit. Alle vraagstukken moeten, als het ware, via onze sector naar oplossingen worden gebracht. Dus er ligt een waanzinnig perspectief voor de hele installatiebranche om daar in de komende tijd op de een of andere manier zich toe te verhouden. En hoe doen we dat dan? In ieder geval door te zeggen van, dat zijn we eigenlijk ook in onze stand verplicht. Kom met ideeën, suggesties, voorstellen. Durf het ook aan om echt met proposities te komen die er te doen, waarover gesproken kan worden. En dat is wat op dit moment aan die sectortafels van minister Wiebes aan het plaatsvinden is. Dat ligt een geweldig uitdagend vraagstuk, dat weten we allemaal.
En als de voortekenen niet bedriegen, dan kunnen daar over een aantal weken resultaten worden geboekt, althans gepresenteerd. We hopen dat het ook gebeurt. Waar eigenlijk het werk, ik zou bijna willen zeggen, voor onze sector van afgeschept kan worden, om dat vervolgens naar een concrete implementatie toe te brengen. Die transitie, dat is wel interessant om daar even bij stil te staan. Want als je goed kijkt naar of dat woord transitie op je in laat werken, en je pakt daar het woordenboek er eens een keer bij, van wat betekent dat nou eigenlijk, dan is dat een fascinerend woord. Want transitie betekent niet zozeer dat we iets gaan optimaliseren of iets beter gaan maken ten opzichte van de huidige werkelijkheid. Maar transitie betekent dat we naar een compleet ander tijdperk gaan. En in dat andere tijdperk, voor het energievraagstuk geldt dat, maar je zou kunnen zeggen, voor alle thema's die op het Netflix komen, kun je eigenlijk voorspellen dat we naar een ander tijdperk gaan. We hebben het net in het filmpje gezien, als je het hebt over de discussie waar jullie vandaag over bezig zijn, dan is het als het ware ook de voorbode van niet alleen maar een stukje optimalisatie van datgene wat we nu al kunnen, maar het is gewoon de voorbode van een nieuw tijdperk, waar heel erg veel dingen zullen gaan veranderen. In ieder geval betekent het voor de partijen in het veld dat niemand met het meer alleen kan doen. En dat is sowieso iets wat ik heel graag vanochtend ook zou willen benadrukken. Ook in het gesprek waar u vanochtend mee bezig bent, het is niet meer zo dat in die veranderingen die zo ongelooflijk veel werk met zich meebrengt, zo ongelooflijk veel uitdaging, dat partijen het nog los van elkaar kunnen doen. En dat ze het, als het ware vanuit hun eigen silootje, bij de kop kunnen pakken, want de vraagstukken zijn zo groot dat we elkaar daarin nodig hebben. En ik zag net in de presentatie van de bedrijven die vandaag betrokken zijn bij de organisatie en de ondersteuning van deze dag, ABB langskomen. En wat is nou een toeval? Ik was een poosje geleden op de jubileumviering van ABB in Rotterdam. En daar sprak, als ik het goed heb, de CEO van ABB, als ik het goed heb, vanuit Zwitserland vandaan, had een prachtige bijdrage en die stond ook stil bij dat woord transitie en wat dat voor ABB betekent. En ik vond dat wel heel erg interessant, want hij zei, ABB, wereldspeler, wereldconcern, heel groot, die zou kunnen zeggen, in de stand-alone kunnen die alles voor elkaar krijgen wat ze willen doen. En die kunnen een antwoord geven op de grote vraagstukken. Dit soort partijen hebben we nodig, niet alleen ABB, maar ook heel veel andere spelers die het, als het ware, het fundament vormen voor de verandering van de samenleving van nu naar morgen toe. En hij zei, en ik vond dat super interessant, hij zei de ontwikkelingen, met name de technologie en de technische ontwikkelingen, gaan op dit moment zo ongelooflijk snel, dat alleen al de snelheid van verandering het voor mij noodzakelijk maakt om tot samenwerking te komen met andere partijen. Ik kan het niet meer alleen. Dus een wereldspeler die zegt, de verandering is zo groot en is zo ingrijpend, ik kan het niet meer alleen en ik moet de samenwerking zoeken met andere partijen om uiteindelijk te doen wat ik moet gaan doen. En toen dacht ik, van als een wereldspeler dat zegt, dan mogen wij dat er ook terugbrengen naar onze eigen sector, installatietechniek. Wat ik in het afgelopen jaar heb gezien, en wat zo lang ben ik nu voorzitter van Uneto VNI, en ik vond het wel opvallend, want als je kijkt naar hoe wij de hele bouwkolom hebben ingericht, dan is je eigenlijk heel klassiek ingericht. Het is een soort piramide, het is een hiërarchie. Van architect naar onderaannemer. En wat dat met zich meebrengt, is dat er ook een soort gedrag in komt te zitten van de een aan de top van de piramide en de andere in onderaanneming. Dat hebben we met z'n allen gecultiveerd. En ik ben ervan overtuigd dat dat concept gewoon niet meer werkt. Dat zal echt aan, dat is al aan verandering onderhevig, want ik zie op dit moment in toenemende mate installatiebedrijven die zich op een hele andere manier manifesteren in de grote opdrachten die ze krijgen, die worden op een aantal plekken hoofdaannemer. Wie had dat 10 jaar geleden kunnen bevroeden dat dat nu gebeurt? En wat naar mijn gevoel dringend noodzakelijk is voor de komende tijd, is dat we ook niet meer gaan denken in termen van hiërarchie. Wie zit in de top van de piramide? Maar dat wij gaan nadenken over de vraag, hoe kunnen wij in afhankelijkheid ten opzichte van elkaar doen wat er gedaan moet worden. Om uiteindelijk tot optimale resultaten te komen. En dat betekent ook, en daar zit ik weer bij dat wat ik net ook aangaf, zitten we ook bij de uitdaging dat wij ook vanuit de installatietechniek vanuit onze sector vandaan uitgedaagd mogen worden om met voorstellen te komen die het uiteindelijk makkelijker maakt om te doen wat we met z'n allen in die keten moeten doen en in afhankelijkheid van elkaar. Dus niet een nieuwe piramide, maar als het ware partijen met elkaar in verbinding.
En een van de thema's die daarbij gaat helpen, het onderwerp dat daarbij gaat helpen, dat is de hele discussie rondom digitalisering. Ik denk dat dat geweldig kan helpen om samenwerking, nieuwe samenwerking in die keten van partijen georganiseerd te krijgen. Dus de uitdaging is enorm. Daar liggen ook op andere terreinen nog wel een paar uitdagingen. En dus we gevraagd om daar vanochtend ook even iets over te zeggen. Dus een discussie over datgene wat jullie nu doen is naar mijn gevoel zeer welkom in dit gesprek. Iedere oplossing die bij kan dragen aan die grote opdracht die er ligt, is super interessant. Ik ben ervan overtuigd dat de sector waar ik het voorzitterschap nu van mag doen, de installatietechniek, een spelbepalende positie gaat innemen. En dat is zeer uitdagend. Maar dat brengt dus ook wel grote vraagstukken met zich mee. Onder andere op het gebied van medewerkers. En er is mij gevraagd om daar even iets over te zeggen. Van hoe kijken we daar nu tegenaan? Dat is wel volgens mij een hoofdpijnthema, als ik het zo mag zeggen. Van hoe krijgen we dit voor elkaar? Het werk loopt tegen de plinten op. Ik hoor daar vanuit het veld een variëteit van verhalen over. Bedrijven die zeggen van ik ga niet eens meer reageren op verzoeken om te offereren, want ik kan het niet aan. Bedrijven die zeggen van ik heb zoveel werk, ik zit eigenlijk tot 2019, eind 2019 helemaal vol. Er zijn bedrijven die zeggen van ik neem wel aan, maar ik doe het alleen maar tegen hogere prijzen. Stevigere prijzen, dan vind ik dat helemaal geen probleem. Integendeel, ik vind dat techniek ook eens een keer op zijn waarde beoordeeld mag worden. Want we hebben het net in het filmpje gezien, techniek is alles. Dat hebben wij in de afgelopen 20 jaar op een andere manier beoordeeld. Want wij dachten dat techniek wel een beetje gedateerd was. Dat het een beetje old-fashioned was. Dat het deel uitmaakte van vroegere tijden. En in één keer zien we dat techniek als het ware de sleutel gaat vormen voor alle maatschappelijke oplossingen, of voor alle maatschappelijke thema's waar we mee te maken hebben. Wie had dat 20 jaar geleden kunnen bevroeden? Dat is waanzinnig. Maar tegelijkertijd hebben we daar dus nu ook wel een hoofdpijndossier. Het werk is zo massief aanwezig en het blijft, is mijn stellige oordeel, in de komende jaren ook zo massief, dat wij na moeten denken op de vraag van, en wat betekent dat? Het betekent dus voor de sector dat die als het ware in zichzelf ook transformeert. Als ik spreek met Unica, of als ik spreek met Kuipers, of deze week had ik het voorrecht om eens even door de nieuwe sluis van de Maastunnel te lopen. Dat gaat alleen maar over techniek. Maar wat ik dan meekrijg van Kroon, Wolters en Dros, die zeggen van kijk, in het verleden waren wij een sector van het, laat ik zeggen, klassieke vakmanschap. Maar dat zijn we niet meer. Wij zijn bedrijven die aan het opschalen zijn naar het mbo-niveau. Sterker nog, wij hebben steeds meer behoefte aan dataspecialisten. We hebben steeds meer behoefte aan hoger opgeleiden. We hebben nu notabene, zei iemand van Unica tegen me, gepromoveerde bij ons in dienst. Wie had dat 10 jaar geleden kunnen bevroeden als het gaat om installatietechniek? Het is waanzinnig. Maar hoe doen wij dit allemaal met elkaar? Als je kijkt naar dat tekort. Nou, als we kijken naar de omvang van de sector nu. We hebben ongeveer een sector, en daarmee zijn we een van de grootste sectoren van Nederland. We hebben een sector van ongeveer 150.000 medewerkers. En we hebben nu al een tekort van pak een beet, orde grootte, 20.000 mensen. In de hele range van het VMBO tot aan het WO toe. 20.000. Dan heb je het over 15%. En we verwachten dat dat in no time op zal gelopen naar orde grootte 40.000. In die hele range. Hoe gaan we dit dus doen? Dat vraagt dus een onorthodoxe aanpak, zou ik willen zeggen. En hier is ongelooflijk veel over te zeggen. En dat red ik niet in mijn resterende half uur, geloof ik. Hè? 5 minuten, ja, zie je wel. Dat is nou jammer, want ik wilde hier zoveel over vertellen. Maar ik wil er een paar opmerkingen dan in die resterende 5 minuten over maken. Mijn stelling is dat wij op dit moment in Nederland een enorme prijs aan het betalen zijn voor iets wat wij hebben nagelaten. Waar we gelukkig wel een inhaalslag op aan het plegen zijn. Wij hebben 10 jaar of 20 jaar geleden, wat ik net ook zei, gedacht dat het eigenlijk wel afgelopen zou zijn met techniek. Dat het afgelopen zou zijn met maakindustrie. Dat het afgelopen zou zijn met vakmanschap. Dat zou nog een beetje in, laat ik zeggen, de periferie van de samenleving zitten, maar dat zou het dan wel ongeveer zijn. Nu komen we erachter dat we techniek, het beroepsonderwijs, als ruggengraat nodig hebben om te doen wat wij graag in de sector willen doen en waar we graag in willen faciliteren.
Een land als Duitsland heeft dat veel beter gedaan. Die heeft het beroepsonderwijs gekoesterd, heeft het op zijn waarde beoordeeld en die heeft daarin massief in geïnvesteerd. Dat hebben wij eigenlijk laten lopen. Met als gevolg dat wij op een aantal plekken in Nederland geen VMBO meer aanbieden, technisch VMBO. En met als gevolg dat in de komende paar jaar het MBO, omdat er geen doorlopende leerlijn meer is, ook gaat opdrogen. Dus we krijgen straks ook veel minder MBO-aanbod in dat technisch domein. En als we dat nog opgelost zouden krijgen, om het nog maar even complexer te maken, dan moeten we ons realiseren dat wij straks geen docenten meer hebben in het technisch onderwijs. Wij hebben in Nederland op dit moment, niemand weet dat eigenlijk, maar we hebben in Nederland op dit moment geen voltijdsopleiding meer wat docenten worden opgeleid voor het technisch onderwijs. En we hebben er nog één, ik zeg het verkeerd, genuanceerd, we hebben er nog één, die zit bij een hogeschool. En ik zeg wel eens een keer gekscherend, die zit er nog omdat ze vergeten zijn om te sluiten. Want er zit ook geen instroom meer. Dus we hebben, dat ziet er tamelijk dramatisch uit. Dus de hele infrastructuur in het beroepsonderwijs, die hebben we in de achterliggende periode voor een deel afgebouwd. En hoe krijgen we dat nou terug? Dus om het maar even simpel te maken, volgens mij klopt het wat ik nu zeg. Een kind in Den Helder, die naar technisch VMBO wil, die moet naar Amsterdam om daar de opleiding te volgen. En ik vind eigenlijk dat dit soort type van opleidingen gewoon op fietsafstand moeten zitten. Maar we hebben het afgebouwd. Dat krijgen we ook niet meer terug. Dus er ligt wel een ernstig vraagstuk, zeker voor onze sector, als we zoveel jonge mensen nodig hebben om dit op een goede manier te doen. En dan heb ik het nog niet eens over de bouw, want die zit met exact hetzelfde vraagstuk. Dus daar ligt een geweldige uitdaging. En hier is heel veel over te zeggen, dus dat mag niet meer, dat is wel jammer, want het is wel een fascinerend onderwerp. Maar de oplossing ligt, er liggen meerdere oplossingsrichtingen waar we aan kunnen duiden. Ik ben overigens ook weer niet zo somber, laat ik er nog één opmerking op maken. Want wat ik wel heel krachtig vind, oeh, nou wordt het wel gevaarlijk. Maar mag ik toch nog even 2 minuten, Maarten? Ja, okay. Kijk, dan ben ik gelijk verslag. Oh ja, nee, ik ben ook nog niet zo somber. Waarom? Wat ik wel zie, en dat vind ik eigenlijk wel een opbrengst. Er wordt onder bijvoorbeeld de vlag van Techniekpact, en dat is iets van jouw departement, van Economische Zaken, ontzettend hard gewerkt om datgene wat we verloren hebben laten gaan, ook tussen onze oren, weer een beetje gecorrigeerd te krijgen. En wat je nu ziet, is dat de instroom in het hoger technisch onderwijs aan het toenemen is. Dat gaat goed. Bij hogescholen gaat het ook goed, bij het mbo gaat het iets minder. En vmbo, dat ziet er echt niet goed uit. En hoe komt het nou? En ik denk dat het te maken heeft onder andere met het feit dat wij er in toenemende mate in slagen om het imago van techniek te laten kantelen. En dat jonge mensen in het hoger onderwijs begrijpen dat techniek niet met het verleden te maken heeft, maar dat het te maken heeft met de toekomst. En als we dat in de komende tijd kunnen volhouden, dan krijgen we dat misschien in het mbo en het vmbo ook voor elkaar. Een slotopmerking. Want daar wil ik mee afronden, dat is echt heel kort. De vraagstukken zijn zo groot, naar mijn gevoel, dat wij hier op een hele onorthodoxe manier naar zouden moeten kijken. Want anders krijgen we het niet opgelost. En de sleutel zit, naar mijn gevoel, in het idee. Het is jammer dat ik daar niet meer over kan zeggen. Is dat wij het bedrijfsleven, nee, het is de laatste zin om. Bedrijfsleven en het onderwijs tot elkaar moeten veroordelen. Om maar even deftig te zeggen, dat zou eigenlijk één ecosysteem moeten zijn. Onderwijs en bedrijfsleven die permanent met elkaar samenwerken. Mensen uit het bedrijfsleven in het onderwijs, mensen uit het onderwijs in het bedrijfsleven, studenten veel meer in de beroepspraktijk en noem ze maar op. Eigenlijk als een soort cirkel van partijen die in een soort permanente verbinding met elkaar staan om te doen wat er gedaan moet worden. Want als we dat niet doen en we houden die werelden van onderwijs en arbeidsmarkt en bedrijfsleven ook van elkaar gescheiden, dan gaan we in ieder geval niet doen wat ABB ons heeft gevraagd om te doen, de CEO van ABB. Samenwerken is het nieuwe concurreren. Even heel kort applausje, dan moeten ze door. Het is nou wel. Dank je wel.